De ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Openbare Werken en deskundigen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebben gewerkt aan de totstandkoming van een map met daarop plekken waarop er windenergie kan worden opgewekt in de kustvlakte. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zei gisteren tijdens een informatiesessie in het kader van een project voor ontwikkeling van hernieuwbare energie dat er nu al kan worden gesteld dat het project geslaagd is. Een van de zaken was, er was wat data, er waren wat instrumenten, maar niet genoeg om Suriname hoger op te tillen met betrekking tot klimaatverandering, maar ook vragen te beantwoorden zoals flood management, drought management en renewable energy. En met trots kan ik zeggen dat de Universiteit van Suriname en ook andere instituten duurzaam hebben geïnvesteerd in programma's, vakken en mensen. Ik weet dat heel binnenkort, omdat ik de uitnodiging heb gehad, een van onze kandidaten die wordt opgeleid zal promoveren op het gebied van wind research en solar energy research met als doel renewable energy potentie voor Suriname. Dus we hebben de programma's ontwikkeld. Er zijn studenten die opgeleid kunnen worden op bachelor- en masterniveau, hoe ze data moeten analyseren en uitspraken te kunnen doen voor Suriname. Mogelijkheden voor renewable energy. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat het project deel is van een groter geheel. Het doel was om na te gaan hoe haalbaar het is om energie uit wind te krijgen in Suriname. Er zijn daarvoor 5 meetinstrumenten opgezet in het kustgebied. Het gaat om masten in Marowijne, Kommowijne, het staatsolieterrein in Saramaka, Boskamp en Ikeri. Deze component hield in een studie voor het produceren van een wind resource map. En dat is meer voor de kustvlakte van Suriname. En het doel was om na te gaan in hoeverre het haalbaar is om energie te genereren uit wind. Ja? De map is vervaardigd op basis van verzamelde data van 5 opgezette masten en een sonar systeem. En sonar staat voor Sonic Detection and Ranging Unit. En dat hebben we gedaan op 5 verschillende locaties in het. Het project is gefinancierd door de Internationale Ontwikkelingsbank IDB. Het is een initiatief van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in samenwerking met de IDB. Beide ministers gaven aan dat er niet zal worden gewacht om stappen te ondernemen om groene energie te winnen.